Mannen, hey, goedemorgen. Hallo. Kijk eens eventjes. Het is de clip tot nu toe te schieten. Stel je even voor, dit is... Weet je mijn naam? Nee, ik ga het voorstellen. Moet ik mezelf voorstellen? Nee, oh ja. Hey, daar is hij hoor. Wat is er gebeurd met, hier komt niets op, niemand tussen. Ik ken Nina van andere websites. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Gisteren heb ik helaas geen video geüpload omdat ik weer wederom echt niks had gedaan. Veel aan het voorbereiden was voor mijn clip. Want vandaag gaan we de clip opnemen. Dus ik heb hier een hele tas vol met kleren. Ik heb camera spullen mee. Want ik ga richting Rotterdam. Daar gaan we beginnen. We gaan bij de Harbour Club beginnen met opnemen. Daarna gaan we golfen. Daarna gaan we nog een autoscène doen. Dus vandaag wordt weer een leuke dag, jongens. We gaan een clip opnemen en oh, ik heb hier zin in. Het wordt zo dik, jongens. Jongens, het is dus nu sinds een tijdje dat deze weg hierboven, de A9, helemaal is afgesloten. Maar ik vergeet dat steeds. Dus ik moet de hele tijd helemaal omrijden. Maar goed, ik moet niet zo zeuren. Op naar Rotterdam! Zo, ik ben aangekomen in Rotterdam en ik ga eventjes langs Danny, want ik ben er wat eerder. Het is nu 10:30 en we hebben om 11:00 afgesproken bij de Harbour Club. Dus ik dacht, ik ga eventjes gezellig langs Danny. Het is trouwens echt super leuk, jongens, want Niek die gaat dus de videoclip regisseren. Carmel die gaat filmen. En ja, het wordt top. Het wordt gewoon echt heel erg leuk. Ik heb er zoveel zin in om het gewoon helemaal dik te maken. En ik moet zeggen, ik heb het deze keer eventjes wat beter aangepakt dan de andere clips. De andere clips waren bijvoorbeeld die vandaag was best wel geïmproviseerd. Gewoon met de camera afstappen en gewoon doen. Deze keer hebben we het echt een beetje uitbedacht en gewoon echt een soort van... Ja, verhaallijn gemaakt, dus dat is leuk. Bij de eerste locatie. Mannen, hey, goedemorgen. Hallo. Kijk eens eventjes. Het is de clip tot nu toe te schieten. 100%. Ja. Ik zei al, deze clip wordt lijp, jongens. Want hier hebben we meer over nagedacht. Dit is trouwens Carmel, die gaat de clip draaien. Ja. Niek, die gaat regisseren, dus... Ik ben nog ziek ook, hè. Helemaal voor jou ben ik hier. Je bent zo'n lieve jongen. Hij is zo'n positief getest. Maar dat boeit niet, Nee, dat wordt dik, jongens. Kijk, we zijn nu bij de Harbour Club in Rotterdam. En zoals je ziet is het echt een hele dikke locatie. En hier gaan we de eerste scène opnemen. Kijk, als je zo staat, dan is het een vrouw met een kinkje pakje aan. En als je zo staat... Dan is opeens een, ja, noem je dat? Een wat? Ik heb even de andere lens erop gezet, aangezien Gerard ook foto's gaat nemen, dus ja, dan weten jullie dat even. Hi. Wat is er gebeurd? Ja, goedemorgen, nu laat de rust. We zijn nu de performance shots aan het opnemen, jongens. Dus dat wordt dik, Klein poedertje, ben ik weer lelijk? Ja. Ik ben weer lelijk. Hey, jongens, deze locatie is wel echt zo dik hier. Hè. Kijk, dan sta ik zeg maar daarvoor. Het ziet er goed uit. Ja, hier, daar, precies daar. Ja. Oh ja, oh wat een verschil. Ja, hè? Niet normaal, man! Oh, ben je nou aan het filmen? Absoluut. Ik hoor een piepje. Stel je even voor, dit is... Weet je mijn naam? Nee, ik ga het voorstellen. Moet ik mezelf voorstellen? Nee, oh ja, dit is Nina. Zijn jullie zacht of niet? Ja. Hoi Nina. Ja, ik denk dat het maar is. En ik ben Nina. Ik ben Nina. Gaat het, Vincent? Het gaat fantastisch. We hebben nu een scène dat we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ja. Dus het gaat goed. Dat is leuk, hoor. En hoe is het? Goeie verhalen, hè? Ja. Ja, voelt het een beetje natuurlijk of moet je heel erg veel acteren? Ja, de gesprekken gaan. Ja, we zijn gewoon aan het praten, want zeg maar, er wordt geen geluid opgenomen. Dus in principe kunnen we praten over van alles. Ja. Alsof je gewoon twee nieuwe drankjes aan te geven. Het liefst wel gewoon. Tonic met water. Gin tonic met eigenlijk water. Dat gelooft niemand. Nee, dat is echt zo. Dat gelooft niemand. Het is toch echt water? Of half vol. Maakt het niet beter. Doe maar half vol. Nee. En dan maken we die leeg. Oh ja. Let's go. En mannen, zijn we het eens over het shot? Ja. Helemaal eens. Wel lekker. Oké, okay, jongens. De scène is hier bij de Harbour Club zitten erop. Dus wij gaan door naar de golfbaan. Hitland. En dan gaan we even lekker gek doen. In een golfkarretje. Sorry als de vlog vandaag een beetje chaotisch is. En er niet echt een verhaal zeg maar in zit. Maar dat komt omdat wij nu heel erg bezig zijn met de videoclip. Dus ik ga tussendoor gewoon proberen af en toe wat dingetjes te schieten. Gerard of Niek zal af en toe even mijn camera pakken. Maar het is waarschijnlijk gewoon een vlog vol met leuke beelden, chaos. Dus, maar goed, de eerste shots bij de Harbour staan erop. En het ziet er echt zo dik uit, jongens. Ik kan nu al zeggen dat het echt een hele vette clip wordt. En straks ook op de golfbaan gaan we vette shots maken. Dus het wordt echt
heel nice nog. Jij bent negatief. Oh, ik heb hier toch zin in? Ga lekker golven, Finn. We gaan lekker golven. Golven. We hebben een golfkarretje geregeld. Heb je ook zo'n golfpetje eigenlijk? Nee, ik heb geen golfpetje meegenomen. Had ik misschien wel moeten doen. Hé, hey, Geert. Nu is filmpje. Wat zijn jullie aan het doen? We gaan nu naar de golfbaan. En dan gaan we de golfscène opnemen met de golfkar. En we hebben 2 golfkarren. Dus dan gaan we even lekker kloten, lekker een beetje golven. Kan jij golven? Nee, jij? Klein beetje. Nou, dat wordt wat dan. Let's go. We zijn nu de golfscène aan het opnemen, jongens. Hey, daar is hij hoor. Zicht er bij de hol staan. Probeer hem maar echt in te slaan. Het is echt grappig. Zeg maar, in deze scène gaan we zeg maar doen, gaan ze zeg maar proberen te golven. Maar het gaat dus zeg maar niet helemaal goed. Maar dat is juist leuk op beeld. Ja. Kom, ik ben net klaar met het spelen. Zet ik hem erin, stap ik in elkaar. Maar kon je dat zitten niet zo, net zat? Ik ga zitten. Maar doe die hele sequentie, dat is leuk. Dat is leuk. Goed. Hij filmt wel gewoon, weet je? Ja, je doet het goed, Nick. Hij doet het goed. Iedereen doet het goed. Nou. Laat mij hier buiten. Gerard zag de bal hangen. Ik zat zo hoofd als ze van, je gaat niet meer zeggen. Kunnen we wat muziek krijgen? Wat is er gebeurd met, hier komt niets of niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam, valt niet te blussen. Het wordt alweer een beetje donker, jongens. En we zijn nog steeds bezig met opnemen. Het wordt wel echt dik, jongens. Okay. Ik meen het serieus. Dit wordt de dikste clip die ik tot nu toe heb gemaakt. En dat meen ik serieus. Zo, jongens. De shots op de golfbaan die zitten erop. En het was echt fucking dik. Echt, het was echt heel vet. Op een gegeven moment stond de zon heel laag. Toen stond de zon heel laag en wij zaten dus in zo'n buggy. Gingen we allemaal gezellig samen met Nina gingen we er dan in zitten en dan allemaal leuk doen en zo. Maar het zag er zo vet uit, jongens. Echt niet normaal. En nu gaan we richting de Kop van Zuid. En daar gaan we de volgende scène opnemen, jongens. Dus richting Kop van Zuid. Wat niet te blussen, wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel toeristen. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Je komt niks of niemand tussen. Wat is er gebeurd? Deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Je komt niks of niemand tussen. Wat is er gebeurd? Deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, is goedemorgen en dan de rest. Dit voelt wat theatraal. We staan hier nu bij de Erasmusbrug, jongens. En dit ziet er wel echt gaaf uit. Kijk dan hier. Daar de Zalmhaventoren. Erasmusbrug. En hier gaan we dus ook een shot opnemen. Het ziet er zo dik uit, jongens. Kijk dan. Wauw. Een massage. Gek hoor. Yo, Finn. Veilig thuis, hè. Niet. Ben je klaar? Klaar. It's a wrap. It's a wrap for your video. Applaus voor jezelf. Zo, jongens, ik heb even mijn andere lens erop. Dit is echt een stuk beter vloggen. Want met die andere moet ik helemaal zo. Maar met deze kan ik gewoon lekker zo houden. Maar het zit erop en we gaan eventjes gezellig eten met z'n allen. Danny zou ook komen, maar Danny is een losertje. Ah, kijk, dat is Kamel. We gaan even gezellig met z'n allen wat eten. Alleen is het natuurlijk wel zondag, dus ik weet niet of het heel erg druk is. Het zal waarschijnlijk wel. We willen even hier bij Koffie bij Loetje eten. Dus we gaan het zien. Hey. Ben jij influencer? Toevallig? Jij. Hey. Ik ben influencer. Hey. Hey. Jongens, wie kent... Ik ben heel erg benieuwd. Wie kent Nina van TikTok dat ze zegt... Hey. Kan je hem één keer doen? Kan je hem alsjeblieft één keer doen? Hey. Ja, dat is leuk. Hey. Wie kent Nina van andere websites? Oké. Okay. Nou jongens, we gaan lekker eten met z'n allen. Maar het eindigt alleen anders. Ja. Lekker een biefstukje bij Loetje. Nee, jongens, altijd goed. Dus wij hebben lekker gegeten en we zijn even langs Danny geweest. Hij vond het leuk, hè? Ik ga niet op de camera. Ja, ik ga niet op de camera. Niet vloggen, niet vloggen. Maar goed, wij gaan lekker richting huis rijden weer. Het was echt een topdag, jongens. We hebben echt, ik denk serieus wel echt een hele dikke clip gemaakt. Ja, dat denk ik ook. Maar komt het online? Nou ja, 3 maart komt het nummer online, dus misschien 3 maart. Of anders iets daarna. Misschien. Oh ja. Maar goed, jongens. Wat is er allemaal gebeurd vandaag? Ja, ik wil net zeggen, wat ik ook al in de auto zei. Vandaag is waarschijnlijk echt meer zo'n behind the scenes video dan echt een vlog. Aangezien ik heb heel weinig de camera zo gepakt en tegen jullie gepraat. Maar ja, het was echt dik. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ja, Nick de regisseur heeft het goed gedaan. Dus ja, ik denk dat het een geslaagde dag was. Ga lekker naar huis, jongens. Ga ik lekker mijn bed in. Ho. Ik kruip. Wat? Ik ga ook naar mijn eigen bed. Oké. Okay. Nee, wacht. Huh? Oké. Okay. Ik ben weer thuis.
ik ben echt helemaal gesloopt. Ik zat net in de auto en ik ben zo ingekakt. Maar dat komt ook omdat ik ben natuurlijk de hele dag bezig. Of ik was zeg maar zelf, of ik was zeg maar zelf aan het draaien. Of ik was bezig met bijvoorbeeld het regisseren van Jorginho. En een beetje meedenken aan shots en zo. Dus ik ga heerlijk mijn bedje in, jongens. Potjandori. Oh. Ik ben mijn sleutel vergeten in mijn auto. Toch, ik had hier echt geen zin in. Goed. Ik moet wel naar binnen komen. Zo, ik ben gisteren de lift ingestapt. Ik ben mijn sleutel gaan halen. Toen ben ik in mijn bed gaan liggen. En ik ben gewoon direct in slaap gevallen, jongens. Ik was zo moe. Ach, maar wat een dag was het gisteren. Ik heb er echt van genoten. En wat ik ook al een paar keer heb gezegd. Dit wordt de lijpste clip die ik ooit heb gemaakt, jongens. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties 3 maart. Wat ik al zei, hij komt of 3 maart online of misschien een weekje later. Dat moet ik nog eventjes bepalen, maar hij komt eraan, jongens. Dus heb je hem nog niet gepresaved, doe dat dan eventjes hier beneden in het linkje. En dan ben jij de eerste die hem kan luisteren, jongens. En dan ga ik de vlog voor vandaag afsluiten. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Later!